Kijk, openingetje in de snoet van de e-Soul. En daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. De meeste auto's hebben hem aan de zijkant. Dan zijn er auto's die hebben de opening van de laadkabelaansluitingen aan beide zijkanten. Bijvoorbeeld de Audi e-tron is dat optioneel leveren. De voorkant is het makkelijkst. Er zijn situaties waarbij je je auto parkeert aan een snellader en dan haalt die kabel van die snellader net niet jouw kant. Nou, dan parkeer je maar aan de andere kant, zou je denken. Nou, dat gaat er niet, want dan staat er net een auto. Heb je de opening aan de voorkant, heb je daar geen last van. En wat dan ook een aardige is, heeft Kia niet. Maar de elektrische stadsfiat gaat daar op termijn wel mee uitgerust worden. Een oprolbare kabel. Dus die trek je er als het ware uit. Vervolgens druk je hem in de stekker. Het is zo logisch. Dan is het wel de bedoeling dat als dat soort systemen komen, dat dat beter werkt dan bij je stofzuiger. Want bij je stofzuiger is na een jaartje het veertje stuk. En dan zit je altijd met zo'n kort. Genoeg over kabels. De e-Soul. Er was er al een. Er is er nu weer een. Leven bij met een 40 kWh accu of een 64. Dat is precies hetzelfde als die andere Kia en die Hyundai ook hebben. De aandrijflijn is overeenkomstig. Dat is ook logisch, want waarom zou je daarin moeten onderscheiden? Als je twee van dat soort units hebt. En dan is de 64 kWh natuurlijk de auto waarmee je verder komt op een volle accu. Maar die is ook duurder. Ja, en dan is de e-Soul in Nederland alleen als EV leverbaar, maar wereldwijd niet. Je kunt hem in Amerika bijvoorbeeld gewoon kopen met een benzinemotor. Maar nee, in Nederland, Europa niet. Alleen maar elektrisch. En dan was de vorige, kijk eventjes met me mee. De vorige was niet helemaal een stoere car, zeg maar. En dit is veel beter. Design is opgeknapt, dat hele rare is er vanaf. Maar hij heeft nog wel karakter gehouden. Hij is wat hoekig, hij is hoog. Hoge daklijn, je zit wat hoger. Je hebt behoorlijk wat binnenruimte. Het is een beetje MPV, een beetje SUV, een beetje crossover. En vooral mooi afgewerkt, compleet en innovatief. En bereikbaar, hè? Want de prijs van deze auto die is acceptabel voor een EV. Twintig schermen, inderdaad. Waarom 21 schermen? Dat had ook met, nou, laat zeggen, twee of drie schermen gekund. Nou, het is een hele mooie wave. En het laat zien dat het allemaal artificieel wordt, intelligent en vooral heel digitaal. Dit is een nieuwe Kia, een EV, de Imagine. En die laat eigenlijk zien waar het naartoe gaat bij Kia. Dit is een auto, dus een conceptcar uiteraard. Hè, want anders dan gaan de deuren niet zo open. Dat zal bij de productieversie niet zo zijn. Ook die 21 scherpjes die zitten er allemaal in. Allemaal niet. Maar de designtaal van deze auto, die gaan we terugzien op de opvolger van de Kia Niro. Inderdaad, dat duurt nog een poosje. Zeker 2021 moet je ongeveer rekenen. En dan komt er een model op de markt dat design technische overeenkomsten heeft met deze auto. De voorkant. Ik vind het gaaf, sterk. Het doet mij denken. Misschien ben ik inmiddels een beetje in de war hoor. Door de lampen en de ruimte en het licht. Het kan maar zo. Het doet mij een klein beetje denken aan de Saab 9-5. De allerlaatste Saab, zeg maar, die wij mochten. Nou, weet je, misschien zeggen we, dat is helemaal niks joh. Hou op met je geleuter over een Saab. En Kia is het merk dat ontzettend hard gaat, hè? Met EV's. Zo'n e-Soul die er dus alleen maar is als elektrische auto. En van deze auto, als die in 2021 komt, reken erop dat hij dus ook alleen maar elektrisch wordt. Ik vind het een gaaf ding. Het is een leuke try-out. Hij trekt heel veel de aandacht. En dan heel even één dingetje nog. Er zat niks elektrisch aan, maar de Kia Stinger. We zagen hem als conceptcar. We vonden hem fantastisch, maar we hadden allemaal zoiets. Nou, die komt niet. En nu is hij er. Kan zomaar met deze ook gebeuren, hè?